De heilige Bartholomeuskerk is een Rooms-Katholieke Neo-Romaanse kruiskerk, gelegen aan de Markt in Zevenbergen. De bouwperiode van de kerk was van 1929 tot 1930. De architect was Jan Stuit. De driebeukige kerk heeft een smal en lager rechtgesloten koor. Vanaf de toren heeft men uitzicht op de kerk van de hervormde gemeente. Heel deze kerk die is geschilderd door Joost ter Horn. In partijen, dat had je niet in één keer gedaan, want wij hadden zoveel geld niet om dat in één keer te laten doen. En hier op de achtergrond, dan zien we de verrijzenis, de tenemel opneming van Christus. Geen 12 apostelen, het zijn er maar 11, want Maria staat erbij. Judas, die is aan de kant geschoven, die hebben we niet meer, die doen niet meer mee. En het altaar wat erachter staat, dat is een marmer altaar. Maar dat is tijdens de oorlog, is dat met zware bombardement hierachter, is dat altaar in drieën gebroken. En dat is ons altaar. We hebben altijd, en dat was vroeger overal, dat de priester met zijn rug naar de mensen stond. Maar tegenwoordig, de laatste 10, 15 jaar, hebben ze dat omgedraaid. Dus we hebben hier zelf een nieuw altaar gemaakt. Vergelijking naar het originele altaar. En nu staat de priester dus met zijn gezicht naar de bevolking. Wat dus veel beter overkomt, zowel voor de priester als voor de mensen in de kerk. Nou, dit is het uurwerk van de torenklok. Dan wordt ieder uur wordt dat daaronder via een schakelaartje wordt dat opgehouden en precies op het uur laat hij hem weer los. Dus hij loopt in een uurtijd loopt hij 10, 15 seconden voor. En op het moment dat de klok begint te slaan, komt die pal omhoog, houdt de klepel tegen en hij laat hem precies op tijd, op de tijd van Frankfurt, dus de Europese gestuurde tijd, laat hij hem weer los. Dus die klok die blijft, ieder uur wordt hij precies bijgestuurd. Via deze twee staaldraaien worden dus die twee gewichten die er boven hangen. Dat is net als thuis, jouw klok, die moet het dan optrekken om twee gewichten. Zo werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen is dit 100 keer groter dan het uurwerk wat thuis in de klok zit. Deze kerk is in 1930 is hij gebouwd, eigenlijk al iets eerder. Hij is in 1931 is hij ingezegend. En deze grote ramen die je hier ziet, die zijn nagebouwd van de ramen in de Waterstaatkerk. Die een architect die heeft er de vierjarige tijden in laten maken. Zowel de lente als de zomer, de herfst en de winter. En dan boven in die ramen, dan worden dus de sterrenbeelden worden daarin afgebeeld. Dit orgel is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en dat was persoon van Kessel die dat liet bouwen. Dat moest een uitbundig groot orgel zijn. En ze wilden toch dat roosvenster een beetje in het zicht houden. Dus de vorm van dat orgel, dat is er toch nou gemaakt dat roosvenster in het zicht bleef. Kijk, dat is een balg. Die wordt nou opgepompt, opgeblazen door een ventilator. En daardoor heeft hij altijd constante druk op zijn buizen, op de pijpen. Dit is een beeld van de heilige Antonius van Padua. Dit is nog een beeld wat uit de Waterstaatskerk gekomen is aan de Zuidhaven. Nou, dit is een beeld van de heilige Bartholomeus.
Hij heeft dus een boek in zijn handen en een mes. En dat mes, dat betekent dat hij dus levend gevild is toen die tijd, toen ze hem gevangen genomen hebben en doodgemaakt. Maar hij is dus de patroonheilige van onze kerk hier. En daar zijn we heel gelukkig mee. Dit stelt het mirakel van Zevenbergen voor. Honderden jaren geleden is er een zeemermin door de haven gezwommen en die kwam vertellen van Zevenbergen, jullie leven te uitbundig. Na de Elisabethsvloed is dat gevonden door een landarbeider. Toen hebben ze hier in Zevenbergen hebben ze dat beeldje nog op laten knappen. Maar dat kroontje, daar zitten hele kleine diamantjes zitten daarin. Hier zitten we dus onder de kerk van de Bartholomeus in Zevenbergen. En die ronde poeren die je hier links en rechts ziet, dat zijn de draagpunten van de vloer van de kerk. Die vierkante pionnen die je hier ziet, die zijn dus de dragers van de kerk. De laatste weken van de oorlog in 1944 hebben hier 3700 mensen dekking gezocht, geschuild zeg maar. Dat is het verhaal van de Bartholomeuskerk hier in Zevenbergen.